Yo, Lera, fuck me di pata. Vandaag ben ik op een missie. Het seizoen zit erop. Dus hebben de voetballers hun patas, oftewel hun voetbalschoenen, niet meer nodig. Deze patas ga ik ophalen en brengen naar hun grootste fan. Dit is Fakka met die Pata. Leroy Fer. I'm not here. Leroy, als je je voicemail nog hoort, luister dan. Je zegt gewoon, je bent vergeetachtig. Vergeet die patas niet. Lera, jij bent Mr. Vergeetachtig, maar ik zie je hebt die patas meegenomen. Hoe komt dat? Je vergeet altijd dingen, ik moest je nog even een geheugensteuntje geven. Waar komt dat vandaan? Ja, ik ben een beetje een makkelijk persoon af en toe, man. Dus af en toe vergeet ik dingen, maar deze heb ik wel meegenomen voor je, man. Ja, dus je bent niet makkelijk, je bent moeilijk, want ik moet jou een geheugensteun geven, dan ja, ben je moeilijk. Ja, dat zegt mijn moeder ook altijd, man. Laten we gaan chillen. Praat over jouw patas. Deze patas zijn niet zomaar patas, hè? Heb je voor het laatst met deze patas gespeeld? Nee, met deze patas heb ik niet voor het laatst gespeeld. Hey, mannen zijn eerlijk. Dit zijn ijzeren noppen. Ik speel normaal gesproken met normale noppen. Ja? Maar ja, we gaan vandaag wel iets doen waardoor het mijn laatste patas worden, man. We gaan zometeen skills doen, klopt. We gaan even wat trickshots doen, even wat skills laten zien. Maar hoezo heb je die officiële laatste patas? Tegen wie was het eigenlijk? Wat was je laatste officiële wedstrijd? Tegen Willem II, thuis, in de Kuip. Je wou het snel vergeten, je hebt die patas weggegooid. Nee, we hebben gewonnen. Oh, oké. Okay, we hadden gewoon 3 punten. Okay. Ja, ik train nog op die patas, man, dus ik heb ze wel nodig. Welke maat heb je? Je gaat nu nog kijken. Zie, je bent vergeetachtig. Je weet je maat niet meer, bro. 45 in derde, man. Wauw, dit zijn gewoon basketbalmaat. Ja, dat zijn grote voeten, man. Volgens mij is het gewoon tijd om even wat skills te gaan doen. We gaan even die voeten laten praten. Is cool, man. You ready, bro? 100. Moet je ze wel aandoen. Is goed. Fakka met die pata. Hoe gaan we doen? Maar hoeveel moet ik ook houden? Ja, oké, 10 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, tranquilo. Oef. Zo koud moet ik gewoon gelijk... Hey, trouwens, even wat anders, hè? Ja. Quarantaine? Ben je aangekomen, wat? Nee, volgens mij niet, man. Gewoon... Ik ben breder geworden. Dat ook niet. Gewoon zelf gebleven. Hij is zichzelf gebleven, net als Akka omgekeerd geschreven. Gooi even een Akka dan. Hey! Ik ga niet overdrijven, het was geen Ronaldinho Akka, maar... Middenvelder, hè? Ja, maar je moet toch eerlijk met me zijn, Lera. Ja. Die patas, die je dus niet meer hebt. Maar had je panna gekregen of zo? Nee, geen panna gekregen, man. Ja, maar wat is... Nee, ik train op die patas, Mattie. Dus weet je toch, ik heb ze nog nodig. Maar deze, ik wil toch nog wat leuke dingen laten zien, snap je? Oké. Of stinken ze, dat je ze niet wil geven aan je grootste fan. Doe deze, gaan maar je grootste fan geven. He? Ze stinken niet, maar deze zijn nog fresh, broer. Nee, maar ik bedoel die andere en daarom heb je dit. Ja, maar deze zijn nog nieuw, daarom ik wil hem gewoon die nieuwe geven. Dus die andere stinkt? Nee, ze stinken niet. We gaan even een checklist maken. Ja. Ik wil een mooie kopbal van je zien, een goede assist, een goal vanuit de actie en een trickshot. Als we dat hebben afgevinkt, dan zijn die patas klaar om naar de grootste fan te gaan. Waarmee wil je beginnen? Laten we met de kopbal beginnen. Kopbal. Zal ik jou vertellen? Als het goed is, hè? En ik heb bewijs, bro. Ja. Er is één kopbal die echt belangrijk is in jouw carrière. Oh, ja. Waar was die kopbal? Waar? In welk land? In Brazilië, man. Welke stad? Ja, Fortaleza Stadion. São Paulo, toch? Juist. Tegen wie? Tegen Chili, man. Weet je wie daar op de tribune zat? Zat jij daar? Ik was daar, papa. Ja. Ik herinner alleen niet, en daarom is een doelpunt belangrijker dan assist. Wie gaf hem eigenlijk? Was het een corner of was het een voorzet? Vanuit de corner werd hij teruggespeeld naar Janmaat. Ja? En hij gaf hem voor. Dus nu ben ik Janmaat? Nu ben je Janmaat. Wat in het hoekje! Deze man vergeet zo snel... Dat hij scoort en hij vergeet gewoon celebration. En dan denk ik, hè? Wat is er gebeurd? Bro, waar was die celebration voor jou?
Je scoort kapot droog. We spelen de laatste game maar toch? Ja. Wil ik dat gaan juichen? Bro, wil ik dat? Nog spannend. Doe dat opnieuw dan. 1,5 meter afstand, hè. Ik kom wel naar jou toe dan. Is goed. Alleen dit? Ja, we moeten toch eigenlijk knuffelen? Ja, maar we zijn toch nu 1,5 meter afstand, bro. Je doet niet mee, man, broer. Nee, maar luister, heb je niet eentje dat we dan synchroon doen? Een soort van, wat doe je als jij scoort? Ik wijs altijd naar de lucht, man. Okay, ik wijs ook naar de lucht. Ontspannen. Maar hoe doe je dat? Nee, ik doe gewoon zo. Maar we kunnen nu op onze knieën gaan. Rechte knie. Ja. Gaan we die doen? Bing! Oh! Rechterbeen, hè? Ik was echt linkerbeen. Fuck, kan we die pakken. Leroy, ja man. Wat gaan we nu doen? Ik doe die assist niet. Even kijken, wat is die celebration dan? Ja, nu moet jij bedenken. Wat doe jij altijd? Ja, wat doe ik? Jij blijft kalm, je juicht niet als je panna geeft. Weet je wat lauw zou zijn? Ja, kijk, de mannequin challenge. De mannequin challenge? Juist. Ja. Stel je voor, ik prik hem. Ja. Ik blijf staan, net zolang totdat die camera om mij heen is gegaan. Ja. Maar jij moet ook blijven staan, net zolang totdat die camera uiteindelijk... Dus je moet lang wachten. Lang wachten. Je moet lang wachten. Sofia Touzani aan de bal. Nieuwe speler van Feyenoord. Hij gooit. Mousetrap, haalt hem terug. Ho! Ziet opeens Leroy Ver vrij staan. Oh, wat een slechte bal. Ver heeft hem. Loopactie van Touzani. Oh! Oké, dan! Ja. Lekker, man! Fuck met die patta. We gaan het zo meteen hebben over jouw kostbaarste bezit wat betreft voetbal. Maar eerst even, ik ken jou niet heel goed, maar de keren dat ik je gezien heb, je bent altijd vrolijk. Op het veld ben je een monster, een tank. Waar komt die vrolijkheid vandaan? Ja, die vrolijkheid komt denk ik gewoon vanuit huis, man. Mijn moeder is altijd een lachende persoon geweest. Mijn vader is wat serieuzer, maar moeder altijd lachen en ik lijk het meest op haar, man. Dus altijd vrolijk. We gaan straks jouw grootste fan, misschien wel jouw grootste fan, blij maken. Met jouw patta's. En als dat jouw grootste fan is, ja, niet dat een shirtje niks is, maar patta's is wel een iets extra waarde, weet je. En we hebben daar ook hele toffe dingen mee gedaan. Jij hebt daar hele goede dingen mee gedaan. Wat is nou eigenlijk jouw kostbaarste bezit als het gaat om voetbal? Ik heb hem hier meegenomen. Kostbaarste bezit. Je gaat hem ook gewoon gelijk introduceren. Niet van, ik dacht ook nog daaraan. Ik dacht nog aan het shirt van Messi en ik dacht nog aan... Ik heb mooiere dingen natuurlijk, of mooie dingen meegemaakt in mijn carrière. Maar ik denk dat dit wel de mooiste is, man. Ja, die plakken... Op het WK in 2014, in Brazilië. Even een besefmomentje, dit was natuurlijk een hele bijzondere prestatie. Je weet wel, het toernooi, niet van Leroy Verse kopbal, maar van de kopbal van Van Persie. Die was natuurlijk mooier, maar... Die van jou is belangrijker. Nee, maar dat is echt bijzonder wat je daar hebt. Want een WK, die speel je natuurlijk maar één keer in de vier jaar. Als je überhaupt kwalificeert. Jij bent daarbij. Speelt tegen Chili. Ik dacht dat het... Wat voor wedstrijd was het? Ja, het was een poolwedstrijd nog. Oh, was nog niet gespeeld, toch? Of was het definitieve van... We waren al door. Het was 0-0. Die wedstrijd. En de trainer wilde natuurlijk eerste worden in de pool. Ja, kwam erin. En na 90 seconden de 1-0. Maar. Dus eigenlijk door jou heeft Nederland daarna een makkelijke loting. Weet je, Costa Rica, dat soort teams en zo. Mexico. Ja, zijn allemaal goede landen, man. Duitsland heb je niet gehad. Ja, maar dit is echt bijzonder. Want ja, ik denk dat er wel veel voetballers zijn die bijvoorbeeld een medaille hebben met een leeuw erop. Met andere woorden van de KNVB. Maar dit is wel echt next level, hoor. Maar ik denk als een jonge jongen, om zoiets te krijgen is natuurlijk prachtig, man. En het nieuws hierover, dankjewel trouwens dat je me hebt gegeven. Het is tijd voor FC Gun Iets. Wil je deze nou winnen? Wat moet je doen? Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Doe een blauw duimpje omhoog en laat in de comments weten. Nee, even serieus. Maar wat je wel kan winnen is, hij gaat een fan blij maken met de patta's. Maar hij is ook zo gul om zijn shirt weg te geven. En dat shirt kan je verdienen, Leroy Ver. Vertel wat moois over hem in de comments en dan kiezen we jou uit. Fakka met die patta. Deze patta moet een speciale waarde krijgen. Kijk, hij heeft net buitenkant rechts gedaan. Maar kan die buitenkant links de bal indraaien? Besef goed, met je chocoladebeen, buitenkant links, van achter de goal erin. Ga weg, man. Even met links, toch? Even met chocoladebeen. Ik ga je eerlijk zeggen, als hij hem in 3 keer had gedaan... Zou ik zeggen dat hij zeg maar... Zou ik hem gewoon eentje laten zien. Maar hij heeft hem echt in 1 keer gedaan. Fuck hem met jou, bro. Met je chocoladebeen?
Ik wil jou ook even zien met links. Bro, dat, ik kan het proberen. Ja, het is goed om het verschil te zien. Kijk, als het me lukt, dan was het niet zo knap. Lukt het me niet, dan was het dus super knap. Alsof ik zo goed ben. Van hier toch? Vandaar, ja. Is raar al. Drie van de vier is jou gelukt. Maar kan jij mij ook voorbij gaan en scoren? En niet scoren, weet je, zo makkelijk, want er staat geen keeper, weet je. Wel op een krachtniveau dat je denkt, ja, deze zou in het echt ook erin gaan. Ready? Yes. Ready? Abs gaat, Abs gaat. Hey! En hij is loezoe. Oh! Oh! Je krijgt nog één kans van mij. Ik vond die akka ook matig, eerlijk gezegd. Ik ben van 1-2 en doorspelen, hè. Denk aan je grootste fan. Dit is de laatste challenge die je moet hebben. 3 maal scheepsrecht. Voor mijn grootste fan. Let's go, let's go. Verpest dit niet, hè? Let's go. Deze zou ook gewoon zitten met keeper. Ja? Hij zat genoeg kracht in. En die keeper dacht verre hoek, maar je bracht hem daar. Ik wou gewoon kort hoek. Ja. Hij dacht Leroy ver, maar hij was Leroy kort. Kort. Fuck aan met die paten. We hebben jouw grootste fan gevonden en jij kent hem. Woont ook in de buurt van Rotterdam. Is echt, echt wel een diehard. Maar vooral echt fan van jou. En hij noemt jou Ver de... De Tank. Ver de Tank. En hij is super trots. Kun je even naar zijn Instagram gaan? Is goed. Vertel eens iets over zijn account. Hij post heel veel leuke dingen over mij altijd. En dat vind ik echt... Dat vind ik creatief bedacht en leuk bedacht. En ik ben hem gaan volgen, want ik zag de hele tijd mijn tekst voorbij komen. Verder Tank, Verder Tank, Verder Tank. Dus ik vind het echt leuk wat hij doet, man. Ja, en hij is wel een soort van day one. Als we het hebben over day one, tuurlijk, je was heel lang geleden ook bij Feyenoord. Maar eigenlijk is hij er al sinds jouw terugkomst. Ja, klopt, hij heeft hem sinds augustus, heeft hij hem. Ja, klopt. Hij, inderdaad, toen ik terugkwam was natuurlijk, ja, je moet jezelf ook een beetje bewijzen. Maar hij was gewoon van day one, man. En een jongen van 8 jaar, dus toen ik wegging, 10 jaar geleden, was hij 8. En zo'n account, ja, is echt is mooi, man. Ja, wat heeft hij op zijn account staan? Hij is ergens heel trots over, als het goed is. Goed de gekeken. Beste voetballer van Feyenoord is natuurlijk Leroy Ver. Ver volgt mij. En ja, nog meer, ja, toch? Ja. Heeft ook een aantal likes of zo? Ja, ik heb een paar foto's gelijk. Ga er nu nog een paar liken. Ja, maar hoeveel heeft hij nu? Want hij had ook daar iets over gezegd, toch? In zijn... Niet, zat het er niet bij. Oh ja, ja. Ver. Met de geit ervoor, de goat. Ja. Heeft 1 keer gereageerd, 4 keer gelijk. Nu de 5e keer, laten we de 6e keer ook doen, ja. 7e keer. Zo'n trouwe fan, man. Ik vind het alleen maar mooi, man. Fuck aan met die paten. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Mijn tijd van gaan is nu gekomen. Maar ik ga niet weg zomaar met lege handen. Leroy Ver. Fucka met die pata, beginnen maar uit te halen. Ik geef ze niet aan jou, man, bro. Ik geef ze niet aan jou. Krimpen aan de lek bij de grote fan van Leroy Ver en zijn naam is Jamie. Hallo. Ja, jij bent Jamie. Klopt. Jamie, je hebt ons al verwacht, hè? Ja, klopt, zeker. Mag ik naar binnen komen? Ja, dat mag. Dus even goed denken, Jamie. Ja. Jij bent de trotse eigenaar van het fanaccount van Leroy Ver. Klopt. Ja, dat zegt wel wat, hè? Ja, klopt. Wat vind je van hem? Ja, ik vind hem zeker een goede voetballer. Ik vind zijn speelstijl ook wel leuk om naar te kijken. Ik geniet er wel van. En je bent derde keer het echt vanaf... Ja, klopt. Dat hij terug is, ben je eigenlijk al het account begonnen. Klopt, klopt. Echt gelijk. Ik vond hem sowieso in Engeland ook al heel goed voetballen, dus ik was ook al een beetje op hem aan het letten. Ja, want ja, 10 jaar geleden, toen speelde hij ook bij Feyenoord. Ja, maar ja, toen was jij... Ja, toen was ik nog maar 8, dus... Ik kende hem niet eens. Nee. Waarom vind je hem zo vet dan? Ik vind dat hij gewoon uitblinkt bij de rest van de spelers. Okay. Hij is wel een van de beste, vind ik. En is er vandaag nog iets bijzonders gebeurd? Ja, hij heeft een paar foto's van me geliked. Oh. Maar ik denk dat ik al weet waarom, want ik had ook al je Insta-story gekeken, dus... Oh! Dus je zag dat ik met hem was? Ja, klopt. Ja, nou ja, dan ga ik je niet langer in spanning houden. Hey Jamie, ik waardeer het heel erg dat je me vanaf dag 1
dat ik terugkwam bij Feyenoord, heb gesupport. Een Instagram account heb gemaakt, Ver de Tank, die ik volg. Ik heb vandaag ook een paar likes gedaan. Dat was een kleine surprise. Maar Soufiane komt jou zo meteen nog een surprise geven, want ja, een paar likes, dat is niet genoeg. Dus Souf komt je zo nog een surprise geven. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, dat is wel tof, hè? Ja, klopt. Hij is ook wel heel aardig, want je ziet natuurlijk wel heel veel fanaccounts, maar hij is ook echt gewoon degene die dan ook reageert en met mij praat in DM's en zo. En dat vind ik wel speciaal. Dat is wel anders dan normale voetballers, zeg maar. Die doen dat niet. Ja, jij denkt nu van, ja, hartstikke leuk allemaal, maar ik wil weten wat in die koffer zit. Ja, ik ook wel. Je mag hem open doen, dit is aan de andere kant. Ja. En dan zien we in ieder geval wat er... Wat erin zit. En dan... Oeh. Het is gesigneerd. Wow. Oh, dat is wel vet, ja. Ja, Leroy is nu aan het kijken, wat wil je tegen hem zeggen? Bedankt, ik vind het echt heel leuk. Ik had het niet verwacht zelf eigenlijk. Ja, nu kan je eigenlijk het fanaccount gewoon sluiten. Oh ja, dan ga je gelijk stoppen. Ja, je gaat hier niet meer overheen, toch? Nee, precies. Ja, vond je deze video nou tof? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Wil je mijn volgende filmpje dan zien? En je hebt geen internet, geen probleem. Leen gewoon wat wifi van je buurman of een heitje voor een karweitje. Zal die ongetwijfeld jou de toegangscode geven. Dit was... Fakka met die papa.